Mijn naam is Stella Nieuwenburg en ik ben artsonderzoeker bij de maagdarm- en leverziekte in het Erasmus MC. En ik hou me voornamelijk bezig met screening- en surveillance-studies van zowel darmkanker als maagkanker. En een van de projecten die we daarbij doen is de HELI-studie. En dat is een studie naar de diagnostiek van de Helicobacter pylori-bacterie, een bacterie in de maag. Waar we al verschillende non-invasieve manieren voor hebben. Het kan in de uitgeademde lucht, in het bloed en in de ontlasting. Maar eigenlijk zijn we nog steeds aan het kijken wat nu de beste manier van testen is, als we ook de patiëntvoorkeuren daarbij in acht willen nemen. Mijn naam is Manon Spaander. Ik ben maagdarmleverarts in het Erasmus MC in Rotterdam. De bron, of eigenlijk het zaadje wat gelegd is om dit onderzoek te kunnen doen, is het feit dat we met z'n allen bezig zijn of onderzoeken doen om kanker op een vroeg stadium te ontdekken. In 2014 zijn we gestart met het Nationaal Bevolkingsonderzoek, waarin mensen tussen de 55 en 75 jaar een ontlastingstest krijgen thuisgestuurd. In een buisje waarbij je een paar keer moet prikken, het weer terug moet doen in het buisje. En wat wij vonden is dat je in dat buisje niet alleen bloed kan bepalen, zoals in het landelijk bevolkingsonderzoek, maar dat je er ook bacteriën kan vinden. Toen dachten we, maar als je daar bacteriën in kan vinden, en we weten dat je ook die maagbacteriën in ontlasting kan vinden, zouden we dan niet met die test, die makkelijk voor patiënten te doen is, zou je daar niet ook de maagbacteriën mee kunnen testen? Vandaar dit onderzoek met dank aan de Maag-Lever-Darm-Stichting, waarin wij nu in Nederland bij mensen de verschillende onderzoeken of de verschillende testen per patiënt kunnen onderzoeken. De bloedtest, de ontlastingtest, de ademtest, om zo op zoek te gaan wat is nou de optimale test voor deze bacteriën te vinden bij deze patiënt. We zijn nu al over de helft van de inclusies. We hebben in totaal 285 patiënten nodig. En we hebben er nu 180 en er doen meerdere ziekenhuizen mee in de regio. Dus we hopen toch volgende zomer wel met onze volledige resultaten te komen. En wat we dan uiteindelijk zouden willen zien is dat arts en patiënt in de spreekkamer genoeg handvaten hebben om informatie te geven welke test voor welke patiënt specifiek het minst vervelend is om te ondergaan. En dat ze samen tot een beslissing kunnen komen. Als we dan de juiste test vinden, is dit niet alleen belangrijk voor Nederland, maar ook voor andere landen waar veel maagkanker voorkomt. En hoop je dat met deze test we ook daadwerkelijk het aantal patiënten met maagkanker gaan doen verminderen door het vroege opsporen van niet alleen de kanker, maar vroeg opsporen van ook de voorlopers van kanker.